Yo, wat up mensen van mijn kanaal, oftewel Rotjoch, en welkom terug bij een nieuwe video. Mijn naam is Dylan en dit keer speel ik geen map van een kijker, maar een map van mezelf. Want ik ga even een soort update geven, want de laatste tijd hebben jullie gemerkt, ik ben niet mijn rooster helemaal nagekomen. Ik ben volgens mij woensdag, kwam er geen video online, niet mijn schuld trouwens, kwam door een fout van YouTube. Donderdag was ik geband van mijn faction server, dus kon ik ook geen opname op fixen. Maar vrijdag gisteren was dus wel Skywars online gekomen, ook op een hele rare tijd, wel online op tijd, maar... Het link die lekker naar mijn Twitter of zo, maar dat terzijde. Ik ben de laatste tijd heel erg druk bezig. Dat was eventjes wat ik even kwijt wilde. Ik ben de laatste tijd druk bezig. Ik werk 5 dagen in de week, bijvoorbeeld van 10 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. En daarna de avond op mijn opname knallen en leuke dingen doen. Maar de laatste tijd ben ik in de avond niet bezig met opnames, met livestreamen of met andere dingen. Maar heel veel met mijn faction server. In mijn faction serie, die trouwens hartstikke lekker loopt. Maar mensen heel veel likes achterlaten en kijken, dus dat is heel awesome. Heb ik al gezegd dat ik een eigen faction server aan het starten ben. En ik wil met deze server proberen om de allergrootste Nederlandse server te worden. Of factions. Dus we gaan kijken. Ik ga even kijken aan te nemen alvast in de spawn in de wilderness. Dus het is alvast een soort sneak peek. Kijken. Speed Fly 3 gaan we even doen. Dan kunnen we even checken. Alright. In ieder geval, we beginnen meteen met de spawn. Laten we beginnen met de spawn natuurlijk. Dit is gewoon hier. Nou, zie je nog dat ze hard aan het werken zijn. JG Owner is hier bezig. Dat is een kijker die in het team zit. Ja, godverdomme. Ja, goed, godverdomme. Ze zijn dus heel te kijken met die fucking shit, jongen. Verdomme. In ieder geval is je eraf gered. Die zijn bezig, druk bezig met de shop en zo. Maar dit is in ieder geval dus de spawn. Hier spawn je en dan kan je warpen. Dan kan je warpen naar ballonnetjes toe. Nou, die zijn dus buiten. De warp doet de green balloon, de blue balloon en de paarse balloon. Dan kan je dus op warpen. En vanaf daar kan je dus de world, oftewel de PvP area inkomen. Want kijk, van de vier kan ik niet opspringen. En je wilt kijken van, nou weet je wat, ik wil zometeen eigenlijk wil ik wel vanaf die witte ballon. Dus die wil ik eigenlijk daar ongeveer landen. Of ik wil beginnen als ik land bij de paarse. Dan ga je klikken. Ik weet niet of dat werkt trouwens. Ik ga het even testen. Warp to the green balloon. Ja, die werkt al. Kijk, en vanaf hier kan je zo. Ik koos voor groen nu. Kan ik zo hier landen. Kies je voor die, dan kies je voor die. De blauwe, de gele, de witte. Of wat je ook wil. Met die ballonnen kan je kiezen waar je landt. Dus dat is pretty awesome. Ja, goed. Dat is dus de spawn eigenlijk. Dan kan je kiezen in het regelbord. Nou, je ziet dat het nog helemaal niks. Want daar zijn we nog mee bezig. En de chest natuurlijk waar je je spulletjes kan droppen. En dat is eigenlijk voor nu een beetje de spawn. Als in spawn. Waar je gewoon start. En eigenlijk vrij weinig te doen is behalve je ender chest. Wat altijd op een faction server is. Je kan hier niet afvallen. Er zijn onzichtbare raampjes. Dus ik heb dat hier. Nou, dan kan je zo weer terug. Dan heb je hier een gangetje waar je omhoog kan lopen. Hier krijgt iedereen trouwens speed 2. Met alle bouwers. Dat gaan we allemaal fixen. Naamborden eronder. Nou, de owner ben ik. Samen met Smiling Dev, de host van de server. Misschien kennen jullie hem wel van mijn Twitch kanaal. Hier heb je natuurlijk aan de zijkant Sarah, oftewel Next Gen Tom. Tim, 1100. Glenn, H21. Heb je hier de Jege Owner, Raf Gerrits en Dave Poort. Zijn op dit moment de bouwers van deze server. Waar mensen hard aan het werk zijn. Dus dat is awesome. Dus ook als jullie kijken, jongens, dankjewel vast. Want ik ben zelf degene die het minst aanwezig is bij deze bouw. Naast dat ik weinig kan bouwen, ik ben gewoon ook rete druk bezig. En als ik er vrij ben, kom ik meteen hier naartoe om dit te fixen. Nou goed, loop je een stukje door. Dan kom je aan in de shops. Er zijn allemaal verschillende shops. Allemaal verschillende shops. Je kan het zien, allemaal verschillende eilandjes. Bijvoorbeeld als je naar rechts kijkt, zie je een eilandje met Outworld Shop. Dat zijn de End en de Nether. Daarna gaan we nog veranderen naar gewoon End en Nether Shop. Armor Weapon Shop, kan je wapens kopen als je niet zelf wat wil gaan sparen. Hier heb je de shop gewoon een mooi poortje ervan. En de rest is door de Ore Shop en de Food Shop. Dan gaan we bijvoorbeeld naar beneden, de Food Shop. Daar zijn ze nog mee aan het werk, maar dan kom je bijvoorbeeld een eilandje. Dan kun je al het eten kopen, dat je kan daarna gaan verzamelen. En gewoon kan kopen. Dus dat is hartstikke simpel. Dan heb je de Ore Shop bijvoorbeeld, allemaal weer hetzelfde. Weet je wel, de ores. Terwijl, je ziet lapisblokken. Coalblokken, iron en goldblokken en diamond en natuurlijk emerald blocks. Dat zijn dus een beetje de ores. Nou kom je verder, nog meer eilandjes, redstone, blokshop, materialen shop en ja, ik heb natuurlijk ook een warp voor, /warpshop. En zo kan je een beetje rondlopen en zien waar alles staat. Dat is wel leuk, ik vond het een leuker idee dan zo'n gigantische spa met één lelijke ronde kamer. Nee, ik dacht dit keer, wij gaan voor eilandjes, lijkt me leuk. Was niet eens mijn idee, maar van een JG Owner, een van de bouwers. Dus dat is awesome dat hij dat verzonnen heeft. Ik vond het een goed idee, dus vandaar. Ja goed, kom je in de spawn. En ik ga jullie even de warzone laten zien. Oftewel in factions, als je uit je drop valt, zeg maar vanaf de spawn, kan je eigenlijk in een soort oorlogsgebied komen. Waar we binnenkort ook iets wil instellen dat je ook random chests kunnen spawnen met leuke spullen erin. Dat ook echt de reden is waarom je in de warzone moet zitten en niet gewoon erbuiten alleen maar. Dan gaan we bijvoorbeeld kijken, we kiezen dit keer voor de blauwe ballon. Nou, blue ballon. Zijn we hier al gekomen en dan vallen we naar beneden. Up, warzone. Je staat links onderin, zit de warzone. Dus dat is awesome. Nou, je hebt een paar stukjes. Ik heb besloten, ik wilde graag een beetje verschillende gebieden hebben, weet je wel. Niet een jungle, het heel veel hebben voor één thema. Ik wilde gewoon verschillende thema's. Nou, het eerste thema heb je al gezien, dat is het piratenschip, het strand. Heel simpel, bijvoorbeeld je land hier, dan heb je een strand. En dan staat hier Piet piratenschip. Schat is OP. Nou, je ziet dus een schat. Dat zal hieronder moeten zitten. Nou, een piratenschip natuurlijk. Ja, die is binnengekomen met het schip via deze brug, via deze poort.
Nou, als je hier buiten gaat, we kunnen ook slash wilderness doen. Maar denk je van, nou weet je wat, ik ga op avontuur. Dan kan je hier het water op en dan kan je gewoon varen richting waar je heen wil varen. Om daar natuurlijk te beginnen aan je faction. Naast het piratenschip eiland hebben we natuurlijk het ijsgedeelte, het ijsgebied. Nou, allemaal ijsgebied. Hier zit tussenin zit nog een kleine, bijvoorbeeld een gat. Nou, weet je wat, we gaan even naar het midden toe. Want daar, nou, dit is precies het midden. Je ziet het, er is een groot plein. Fontein in het midden. Dit is het midden van alles. En dan heb je een paar gebieden. Eigenlijk hebben we vier soorten gebieden. Nou, heb je de grote draak, de bandraak, de banddragon. Als eerste hebben we de stad. Ja, het is vol een klein dorpje voorstellen. Je ziet het kleine dorpjes, kleine huisjes. Je kan op de huisjes klimmen. Je kan er niet in. Want we gaan niet mogen campen. Dat vind ik heel erg zuur namelijk als mensen dat doen. Dat weten jullie. Dus dat. En nou, allemaal Nederlandse thema's. En allemaal andere landen. Egypte zag ik. Ik zag Hongarije laatst ook. Bulgarije, weet ik veel. Al die rare landen. Duitsland, verkeerd om. Nou, in ieder geval, dat zijn dus de dingen. Dat is in ieder geval het stadje. Je ziet het, een molentje. Nederlandse molen, stadje. Nou, naast de stad, die kan je ook trouwens weer naar buiten toe. Je ziet een grote poort. En dan kan je zo daarheen met het bootje of lekker zwemmen. En dan kan je gewoon beginnen met je avontuur in factions. Nou, daarnaast hebben we een jungle. Je ziet het, zit er gewoon lekker aan vastgeplakt. Een jungle, ja, eigenlijk een paar boompjes. Meer niet. Natuurlijk, het is een jungle, het is een jungle. Een jungle aan de overkant kan je komen door de liaantjes, de blaadjes. En natuurlijk een bruggetje. Dus als je zelf moet oprotten, vluchten, kan je hier PvP op de brug. Ja, zoek het uit. Nou goed, en dan kan je hier onderdoor nog. Vanuit de jungle kan je ook in één keer door het vasteland op. Want hier is het vasteland aangeboden aan het eiland. En dan kan je ook in één keer kiezen om hier te gaan survivalen natuurlijk. Vanaf hier is de houten wildernis, begint de wildernis. Nou, heb je naast de jungle, dan zie je het strekt zich helemaal uit, het water. Dus je moet echt door het water heen over de brug. Weer een stukje naar het ijsland. Dat hebben we net eigenlijk een stukje laten zien. Maar nu kan ik het echt laten zien. Een stukje ijs. Allemaal sneeuw. Allemaal al bedekt. Leuke mooie ijsbomen. Maar belangrijk is deze richel. Bijvoorbeeld, je komt uit het stadje gerend. Je bent aan het ontsnappen. Probeer lekker hier naartoe te gaan. Over het bruggetje. Een stukje veiliger. Val je erin? Ja, dat is best wel pijnlijk. Kan je doodgaan. Dus met PvP best wel opletten wat er gebeurt. Je kan er aan die kant uit. Je kan er ook aan deze kant wel weer uit. Het is niet dat je meteen opgeschreven bent ten dode. Je kan hier nog eruit. Dus je kan er wel uit. Maar ja, je valt er niet in vallen. Nou, in ieder geval lekker een stukje PvP-gebied is dit. Geheime gangetjes. Ik ga niks verklappen verder, weet je wel. Daar zo'n geheime gangetjes. Maar dat is in ieder geval één van de dingen ook weer waar je eruit kan. Nou, het strand hebben we ook al gehad. Dat zijn eigenlijk de vier gebieden waar we nu bezig zijn. De warzone. En waarom ik zelf persoonlijk deze warzone zo vet vind, is dus de differentiatie waar je kan vechten. Je moet je eens voorstellen dat je landt hier. En er zitten 50 mensen te PvP hier. Want ik wil echt dat alle kijkers hierop komen. Met z'n allen lekker gaan PvP en een hele leuke tijd gaan krijgen. Dus je dropt hier gewoon met je spullen. En je wilt natuurlijk niet dood, anders ben je spullen kwijt. Je moet rennen. Al die hoge gebouwen om je heen. Je ziet eigenlijk bijna niemand. Je ziet niks. Goed opletten, geshift. Weet je, het is vet groot. Het is echt gigantisch groot. Dit moet je dus inderdaad zo zien. Dat je hierin moet PvP'en. En dat er allemaal mensen om je heen zijn die je willen doodmaken. Het is echt heel grappig allemaal. Dus ik vind het zelf een hele dope. Een dope plek om te PvP. Op dit ontsnappen, dan ga je natuurlijk hier kunnen campen. Je mag hier niet naar binnen, dat gaat niet. Maar dan ga je hier kunnen campen. Dus het is allemaal heel gaaf. Ik vind zelf persoonlijk, lijkt me dit heel erg dope. Om hier bovenop kan je klimmen. Kan het wel? Ja, via het water natuurlijk omhoog. Dan ga je hierop staan. En dan kan je op het dak komen. En dan kan je proberen om hier te campen. Mensen neer te snipen. Op de draak kan je klimmen. Op de bomen kun je klimmen. Oftewel, één nou chaos. Want overal gaan we ook chests plaatsen. Ik kan bijvoorbeeld gewoon kiezen om, nou. Weet je wat, we gaan een heel vet diamond sword, enchanted sword, gaan we op deze chest plaatsen. Oké, mensen, zoek hem maar. Ja, en daar komen mensen wel. Dan gaan mensen vette dingen doen. Dus dat is heel erg awesome. Ik ben heel erg tevreden over mijn bouwteam. Die zit echt heel hard te werk hieraan. En hij is bijna af. We moeten alleen nog even kijken in de comments. Je zag het, er zijn mensen met de comments aan het kloten. Boven zag aan de vuurwerk, aan de shops. En je ziet hierboven dus alles verder hoe het eruit ziet. Het land stond er doorheen. Dat heb ik zelf niet veel meer meegekregen. Dat hoef ik ook eigenlijk niet, want bij factions gaat het eigenlijk allemaal vanzelf wel. Je ziet, het is echt een heel pokken en vliegen. Nou, de wildernis is hier ingegaan. Nou, als je deze kant op gaat, moet je dus vet ver zwemmen. Maar slash wildernis, ik weet niet of die al werkt. Slash wildernis. Nee, het werkt nog niet. Nou, dat kan later misschien nog wel werken. Maar dan kom je eens in de wildernis en dan kan je beginnen aan je faction. Dus dat is ook wel tof. Je moet trouwens ook meteen niet vragen om een IP-adres. Want die hebben we nog niet. Ik ga natuurlijk een domein moeten halen, moeten kopen natuurlijk. Dat er iets staat van play.nlfactions.nl of zo, weet ik veel. Ik wil het geen Rotjoch server noemen. Want dat is een beetje te commercieel voor mij. Ik wil het echt een PvP server maken waar heel veel mensen op komen spelen. En daarom is eigenlijk
jullie hulp bij nodig. Dus daar heb ik eigenlijk jullie hulp bij nodig. Ik probeer om jullie nu te recruiten. Om van mij mensen te zoeken voor deze server als deze daadwerkelijk uit is. Alright, dat was eigenlijk een beetje de update over mijn server. Over alles waarom ik eigenlijk nu geen map van de kijker aan het doen ben. En waar we mee bezig zijn met mijn project waar ik nu mee bezig ben. Dus jullie zijn nu heel hard bezig met de prijzen alvast te bepalen van diamond blocks en dat soort dingetjes. Hartstikke grappig allemaal. Lekker bezig, pikkies. Maar daar ben ik dus mee bezig. Het is een faction server. De IP, het IP is wel komen allemaal nog. Maar ik wou jullie vast een preview geven. Want sommigen vroegen erna van deel wanneer komt je eigen faction server eraan. Wanneer komt die online. Bla. Zo snel mogelijk dus. Zo snel mogelijk werken eraan. Dus be prepared. Laat me nog even weten trouwens meteen. Heb je er zin in? Wil je op deze faction server spelen? Vind je het awesome? Ga alvast mensen zoeken. Vrienden maken in de chat hier beneden natuurlijk in de comments. Van hey jongens, ik ga dan op dat moment als die server live is een faction zoeken. Hoe ga je die faction noemen? Zoek mensen op. Want ja, ik ga natuurlijk ook een faction creëren met allemaal mensen die ik ken. Awesome. En dan kunnen we gewoon echt dikke vette pret krijgen op deze server. Dit was eigenlijk mijn video wat ik eigenlijk over wil hebben. Ik heb alles wel een beetje besproken. Ik heb alles laten zien. Ziet er awesome uit. Ik hoop jullie het ook leuk vinden. Een leuk idee vinden. Laat nog even je mening achter natuurlijk. Zoek lekker de vrienden beneden in de chat voor alvast als de faction server gaat beginnen. En dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken van deze video. Laat een blauw duimpje achter omhoog als jullie awesome vonden. Als jullie zin hebben. En als je überhaupt gewoon sowieso op deze faction server wil spelen. Dus mensen, dank wel voor het kijken. Laat een reactie achter. En ik zie jullie graag in de volgende video. Peace.